CDA-gedeputeerde Ruud van Heugten bracht op donderdag 17 februari een werkbezoek aan de gemeente Zomeren. Zijn bezoek begon in Lierop, waar het tijdens het spitsuur erg druk is. We staan hier midden in Lierop al een jaar over gehad hebben. Wat kan een gedeputeerde van Heugten hier aan doen? Nou, wat een gedeputeerde eraan kan doen, wat je op dit moment ook doet, is meehelpen aan bijvoorbeeld rotondes bij de Kanaaldijk en vaste oeververbindingen. Dus daar waar de provincie over gaat, in directe zin, daarin ons meehelpen faciliteren. Dat is ook gebeurd. We zijn nu echt bezig aan de Kanaaldijk en met die vaste oeververbindingen, om juist die omleiding hier voor Lierop klaar te maken, gereed te maken. Midden dit jaar is dat allemaal klaar en dan kunnen we ook maatregelen gaan nemen om hier het sluifverkeer al in een eerder stadium te gaan weren. Nou, wat we nu gaan willen in de toekomst is werk gaan maken van het Vleutlaantracé. Nou, en daar heeft Ruud net al iets als CDA iets over gezegd. Van, nou, als die WGR plus staatserf vanaf gaat, dan kunnen er ook keuzes binnen de provincie op dat gebied wellicht gemaakt worden. Ik heb Ruud van Heugten, ik kom zelf van Haarlem, u kent de verkeerssituatie hier in Lierop? Ja, wij komen hier regelmatig. Wij gaan hier nog wel eens ook naar het pannenkoekenhuis ook, in Lierop. Dus wij kennen de situatie en we weten ook dat het inderdaad erg druk is. Dat blijkt ook wel als we hier staan. Ja. Nauwelijks verstaanbaar vanwege het grote verkeer wat er langs komt. Ja. En dat voor zo'n klein dorp? Dat geeft wel aan dat er gelukkig leven is in het landelijk gebied, ook in de kleine dorpen. Want het zou uitgestorven dorpen is ook niet goed. In Oost-Groningen of in Zeeland dan kom je dorpen tegen waar zit geen verkeer meer op, dat is ook niet goed. Nou, het is niet de hele dag zo, het is alleen maar spitsuur. Ja, precies. Daarom. En daarom is het goed dat we voor de spitsverkeer, voor gewoon werkverkeer, zorgen dat er betere alternatieven zijn. Nou, ik volg dat in gesprekken, de provincie schijnt gesponsord te hebben, de Ascent. En die gaan die wegen maken? We hebben ons energiebedrijf verkocht, Ascent. Er zijn vele miljoenen voor heeft dat opgeleverd. Sommige mensen denken, geef ze maar weg aan de bevolking. Wij zeggen, doe dat nou niet. Investeer ze in Brabant, dan hebben de generaties na ons er ook nog wat aan. En de dingen waar wij vinden dat in geïnvesteerd moet worden, is onder andere betere en veilige wegen. Ja, ik denk dat we hier op veel voor over hebben als we hier een bos van Ascent neerhangen als onze klosters. Als het zo makkelijk was, dan zouden we nou nog geen neerschroeven hier. Ja. Ja. Ik werd vandaag verder met de CDA mee. Hè? Wat kijkt u het meest naar uit? Nou, voor mij is zomer natuurlijk geen onbekend terrein, maar het is toch goed om als gedeputeerde nog eens even de punten na te lopen waarin vooral het landelijk gebied, dat is wat mijn portefeuille, maar in het landelijk gebied de afgelopen jaren hard aan gewerkt is. We moeten ook laten zien wat we gepresteerd hebben, maar vooral ook van en wat gaan we nou de komende jaren nog doen. En ik denk dat belangrijk is om weer duidelijk te maken. Waar kunt u nou de heer Van Heugten het meest voor nodig hebben vandaag? Nou, wat moet hij allemaal toezeggen? Nou, hij moet van alles toezeggen, maar ja, wat jij net al zegt, het heeft veel te maken met verkeer en leefbaarheid. En zeker op de plek waar we hier staan. Wij zien dat het Rijk en Rijkswaterstaat gewoon terugtrekkende wegen maken. Met alles wat te maken heeft met A67. En dat wij heel veel moeite moeten doen als Zuidoost-Brabant sowieso. Om hier de financiële middelen voor te houden. En we moeten er alles aan doen als Brabant, zeg maar, om de middelen hier te houden. En ook te investeren in de knelpunten. En de knelpunten zitten voor mij in punten als dit, het geluidsscherm bijvoorbeeld, de oprit bij de A67. Nou, en daar, daar denken wij exact hetzelfde over. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar ook anderen ervan te overtuigen. Westeindje zag een delegatie van het CDA hier staan en dacht van, die moet ik hebben. Daar moet ik even bij zijn. Om toch eens even te zeggen, de oversteek voor de oude mensen hier naar de uitdeelpost. Het is verschrikkelijk. Hoe die mensen die staan daar te wachten en er is geen automobilist die stopt. Ze vlammen allemaal door. Ik denk, waarom kan er hier geen zebrapad komen? Maar mij wat met een gevaren driehoek erbij die nog knippert, overstekende voetgangers. Dat de mensen fatsoenlijk naar de overkant kunnen. Kijk, de debatteerder aan, maar volgens mij moeten we bij de wethouder zijn. Nou, kijk ze allebei aan dan. Ja, dat is ook goed. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, ik vind het heel triest dat dat nog steeds niet geregeld is. Ja, nou, dat is een terechte vraag. Wat we nu ook op gaan pakken. Het punt is, als met deze druk die nu is, is een zebrapad een situatie waar niet werkt. Een ongewenste situatie vanwege de drukte. Alleen, we hebben al gezegd, ook in het dorpsgesprek van de week. Op het moment dat die omleiding klaar is, dus over een paar maanden zijn die rotondes open. Mm-hmm. Dan willen we echt werk gaan maken van maatregelen richting Lierop toe en ook hier.
En dan kunnen wij ook bekijken hier in het IDOP, wordt ook meegenomen hoe wij hier met dit dorpsplein om willen gaan. Ja. En welke maatregelen verder moeten nemen, dan nemen we het zeker mee, want het staat ook op de agenda. In het dorpsplein was ook een mevrouw Rieke Peters die daar vroeg om een potje verf een paar stippen te zetten. Meer is het toch niet? Meer is het niet, nee. Nee, maar dat klopt, want het is zo gedaan, daar gaat het niet om. Alleen het is bekend als het een hele drukke weg is, hè, en er rijdt nou veel te veel verkeer erheen. Veel te veel. Dan en is in de 30 kilometer zone, hè, waar niemand zich aan houdt. Maar dan is het de schijnveiligheid. Dus zelfs in de Kerkstraat bij het wijkgebouw, daar zijn ook mensen die zeggen van maak daar een zebrapad. Alleen daar is het ook ontzettend druk met bussen en dergelijke en dan kun je het veel beter niet doen. Dus we moeten eerst kijken van, we beginnen al vooraan de Lierpse dijk. Aanvullende maatregelen, andere maatregelen, de weg aanpassen en dergelijke. En dan gaan we ook hier kijken van hoe we dat verder op kunnen pakken. Ja, maar ik begrijp het toch niet helemaal. Want er staat daarvoor een 30 kilometer bord. Niemand houdt zich eraan, ze vlammen er allemaal overheen met 50, 60 en harder. Vooraan de Lierpse dijk staat een bord. Verboden voor vrachtwagens, alleen bestemmingsverkeer. Dan denk ik, nou, ze moeten allemaal in Lierop zijn. Maar ze rijden er allemaal doorheen. Ja. En er is geen politie, niemand die daar naar kijkt. En weet, dat is al jaren zo. Dat klopt, maar je weet ook dat het sluipverkeer is er nu. Hebben wij tot op heden dus niet kunnen weren. Dat kan pas als de Kanaaldijk echt open is, zo meteen met die rotondes. En daarbij is het ook zo, je weet ook dat er een Lierop best discussie is hoe je dit op moet pakken. Er zijn ook mensen bij. Ik denk de helft van Lierop zegt, maak het maar helemaal open, dat ze weg kunnen in de spits. En de andere helft zegt, van nee, maak maar obstakels om ze te weren. Dus ja, daar is ook binnen Lierop wat discussie over. En ik heb al gezegd, van op het moment dat we echt kunnen zorgen dat het sluipverkeer om kunnen gaan leiden, wat we over een x-aantal maanden kunnen doen, net dit jaar, dan kunnen jullie ook echt maatregelen gaan nemen. Want in deze situatie is de schijnveiligheid. Ja. Maar eerst was het, als de verkeerslichten weg zijn op de Kanaaldijk, dan is het opgelost. Nee, altijd gezegd, als de rotondes klaar zijn, hè, en we kunnen echt het verkeer die kant op leiden, dan kunnen we er werk van gaan maken. En dat gaan we nu doen. De rotondes en hoe lang zijn bijna... duurt dat nog, dat die rotondes klaar zijn? De rotondes zijn dus binnen nu, dus voor eind maart klaar. Ja, en dan kunnen we er onderhand werk gaan maken. En dat doen we ook in overleg met de verkeerswerkgroep hier in Lierop. Ja. In het kader van IDOP. En daar staat dit onder andere op de agenda. Dus ik beloof gewoon dat we daar werk van gaan maken. We moeten eerst gaan kijken. Anders kunnen ze mij nog een blikje witte verf halen. Ja, maar dat weet ik ook wel. Doen we dat samen. Verachtert en Benny Stijvers, oftewel Team Ten Blakke, vertrokken op zaterdag 12 februari in Amsterdam voor hun barrelrace Amsterdam-Dakar. Aan de start van die tocht staan geen dure racetrucks, motoren en high-tech rallyauto's, maar 50 barrels die per stuk niet meer dan €500 mogen kosten. En dat konvooi legt in 3 weken tijd 7200 kilometer af richting Dakar, de hoofdstad van Senegal. Na de officiële finish aan het Roze Meer worden de auto's naar Gambia gereden waar ze worden geveild. En de opbrengst daarvan gaat naar het goede doel, onder andere de aanleg van waterputten in het oosten van Gambia. En daarna steunt Team Ten Blakke de stichting Kuduru Keso van Angela Bergfans uit Asten. Die stichting is erop gericht om mensen in Afrika bekend te maken met creatieve manieren om plastic te recyclen. Goed, we zijn aangekomen bij de NDSM-werf in Amsterdam, waar alle teams aan het verzamelen zijn. We hebben zojuist de inschrijving gehad, de papieren getekend en we zullen even kijken wat er allemaal mee moet onderweg naar zo'n 3 weken naar Afrika. We hebben hier de skibox, daar zitten eigenlijk alle dagelijkse spullen in voor het kamperen. Ik kan hem niet openmaken, want we hebben gisteren met 3 man dicht moeten duwen. Maar er zit een tentje in, de stoelen, tafels en allerlei proviant voor onderweg. Even die jas aan de kant gooien. Hier in de cabine, heel belangrijk, het bakkie om onderweg mee met de andere teams te kunnen buurten. Navigatiesysteem, snoepjes van de buurt. Dan gaan we even achterin kijken. Er valt niet heel veel te zien, maar heel belangrijk voor Tini vooral. De gel, dat is een haar in ieder geval goed blijft zitten. Een box met spulletjes en lollies om onderweg uit te delen. Sponsoring van Toverland, heel fijn. Kunnen we een paar kindjes mee blij maken onderweg. Dan, achterin. Aan de klep van de kofferbak. De spullen die we onderweg hebben, nodig hebben, mochten we in panden vallen. Een paar goede matrassen, want we zullen toch nog een paar nachten door moeten brengen. In de tentjes, op de grond,
luxe broodjes, t-shirtjes om uit te delen, een brandblusser, een stuurslot. Dan bovenop aan deze kant. Drie jerrycans van 20 liter voor de brandstof, twee reservebanden, winterbanden, twee kannen voor drinkwater onderweg. Aan deze kant is eigenlijk ook niks te zien omdat hij zo vol zit. Maar heel belangrijk, de pindakaas, gasbusjes voor de kookstel. En dan hier, waar we de meeste tijd door zullen brengen, achter het stuur. En natuurlijk een goede radio, dat is heel belangrijk voor onderweg. Eerst verzamelplaats is in Soto Grande. Dat is vlak voordat je de ferry opgaat en daar staat een van onze jongens daar voor de tickets die je samen regelt. Carnavalsvereniging De Platte Vonder vierde op zaterdag 12 februari het 55-jarig jubileum. Een van de onderdelen van de jubileumdag was de onthulling van het Platte Vonder monument bij de kerktoren aan de Lambertusstraat. Om zo met de hulpvereniging bij de onthulling te zijn van het nieuwe monumentje. Nou zijn de grondspots nog niet aan, maar zo gauw als de lantaarnpalen aangaan, dan gaan ook de grondspots aan. En dat zal dus eigenlijk voor altijd zo zijn. Staat die mooi verlicht hier bij de kerktoren. We hebben er ook nog een vlaggenmast bij geplaatst. Die ligt nou nog plat, maar die mag onze jubileumprins, prins Wim den Uerste, dadelijk mee omhoog gaan zetten samen met een aantal sleuteldragers. En dan denken we dat hier op een mooie, waardige plek staat voor de toekomst. We hebben gevraagd of iemand van het eerste uur, en dat is Remy Lammers, een woordje wil doen over de carnaval, over het monumentje. En hij is bereid gevonden om daar een stukje voor te vertellen. Ja, zo Harry. Kan ik vast halen. Hey. Bart, je weet, ik ben geen prater. Ik wil dat toch doen in de taal van de Platte Vonder. Dus gewoon in de dance. Ik ga niet meer het verhaal vertellen van een toren, want dat is iedereen bekend. Die is gebouwd
En we waren toen nog strootarm. En er was geen geld. En daar vandaan is de carnaval opgericht. Dat weet ik jullie allemaal. Dat is allemaal algemeen bekend. Maar ik vind het mooi dat dit monumentje nou weer op de plaats terecht gekomen is. Ik zal u vertellen. Dat is ter herinnering van het 33-jarig bestaan. En toen hebben ze hem op een plaats neergezet. Waar hij toentertijd thuis hoorde bij de boerenleenbank. Maar intussen is hij gelijk afbetaald. En ik moet heel eerlijk vertellen, als ik er langs kwam, dan stapte ik altijd van mijn fiets af. En dan leek mijn oor er tegenaan. En dan hoorde ik hem fluisteren. Ik wil naar onze pap. Ik wil naar onze pap. En dan liepen de tranen, die liepen er langs. Ik had er meelij mee. Wij willen allemaal weten waar we vanaf komen. Kijk maar naar de televisie. He, iedereen die zijn pap en zijn mam niet heeft gekend, die wil daar naar terug. Hij, precies hetzelfde. Dus ik ben blij dat hij hier weer in zijn volle glorie staat bij zijn pap. En ik kon er niks aan doen. Schoop me in zijn liedje te binnen van de oude Sint-Jan. Van de deurzakkers. Onze oude Sint-Jan, die kan er wat van. En toen dacht ik aan deze stijve, grote meneer. Want de pastoor, die zegt het van de morgen nog, die wijst recht naar de hemel. En een stijle heer. En die deed het nog een keer. Ik zou het keer zingen, maar ik ben heel slaap bij stem. Die heeft ze op zijn oude dag nog een kindje gekregen. En die kleine Doren, die is uit een dier geboren. En daarom zijn we blij dat hij hier weer bij ons op het plein staat. Ik hoop dat hij daar een lengte van dagen mag blijven staan. En dat we regelmatig met de carnaval over 11 jaar weer eens een keer. Ik zal het wel niet meer meemaken, denk ik. Maar er zijn er al zoveel die het niet meemaken. Die zitten nou allemaal erboven te kijken. En met handje in ons te zwaaien van. Nou kijk ze daar toch eens beneden. Hoe gelukkig, wie had dat gedacht. 55 jaar carnaval. En de carnaval die leeft nog van alle kanten. Dus ik zou zeggen, hou het nog vol. Tot de lengte vandaag. Speciaal voorzitter. We gaan denk ik de mast maar omhoog doen en ik wil vragen of prins Wim de Uurste ons daarbij wil helpen en uiteraard prinses Petra ook. Hij zakt van niks naar beneden. Dat is een heel belangrijk moment, want het is de jubileumdag vandaag en we bestaan 55 jaar. En nou ja, dit is een van de ceremoniële activiteiten die we vandaag hebben. We hebben lang naartoe geleefd aan deze dag. We hebben lang naartoe geleefd en precies te zijn 55 jaar. Ja, we doen zoveel in een jaar, heb ik begrepen. Ja, we hebben erg veel. We zijn in november al begonnen met een aantal activiteiten. Waaronder ook de nieuwe kledinglijn, de verplaatsing van het monumentje hebben we toen gedaan. De presentatie van het Platte Vonder lied. Een jubileumslogan, een jubileumlogo. Vervolgens waren wij aan de beurt om het Prinsentreffen te organiseren in ons jubileumjaar. Nou, en de afgelopen weken hebben we een aantal jubileumactiviteiten gehad. Een tieneravond, een kindermiddag. Morgenmiddag is dat overigens. Een tiener kinderplaybackshow. We hebben een feestavond gehad met de deurzakkers en Big Benny, Frankie Boy, Arie Ribbes,
carnavalsmatinee hebben we nog gehad. Opening van de tentoonstelling. Ja, het is te vullen om op te noemen eigenlijk. De tentoonstelling is nog steeds open. Als die één dag gaat, duurt langer. Nee. Die hebben we straks geopend. En nu is hij een aantal morgens en avonden open. Een aantal zondagmorgens en een aantal avonden is hij open. Ja, dan moet de carnaval nog komen. Hij heeft allemaal zo druk gehad. Dit is een prins van de bom, die zal weten dat je prins geweest is. Dat weet ik zeker, ja. Een jubileumprins die zal weten dat je prins is geweest. En in deze helemaal. En na 55 jaar leeft carnaval nog steeds in de. Ja, het leeft enorm. En we gaan weer een machtig mooie carnaval tegemoet met een prachtige optocht ook. Weer meer wagenbouwers als de afgelopen jaren, buurtschappen die een wagen bouwen. Ja, het leeft enorm. Einde muzikanten bestaan dit jaar ook nog eens 60 jaar. Hè. Dus het is één groot jubileumjaar. Dansschool 4 Level Dance Concepts, 4 LDC, uit Zomeren presenteren in samenwerking met het Varendon College VMBO een knallende avond op zondag 13 februari, waarbij streetdance en breakdance centraal stonden. In de sporthal aan de Kanaalstraat in Zomeren werden verschillende workshops gegeven door toppers uit de danswereld. Als klap op de vuurpijl was er een workshop van een uur gegeven door Floris Bosveld, de winnaar van So You Think You Can Dance 2010. She was dancing sexy, pop, pop, popping, dropping, dropping low. Never ever has a lady hit me on the first sight. Yeah, this was something special, this was just like dynamite. Honey got a booty like pow, pow, pow. Honey got some boobies like wow, oh wow. Girl, you know I'm loving your style. Check, 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 checking you out like bijna 6 jaar. Ja. Wat doe je in je vrije tijd? Wat doe ik in mijn vrije tijd? Nou, ik zit wel eens achter de PlayStation. En verder, ja, dansen eigenlijk. Ja. Dat is ook vrije tijdsbesteding. Nou, met welk advies zou je dan het liefst een keer willen dansen? Op zich maakt het me niet zo heel veel uit. Ik denk wel een R&B of iets dergelijks artiest. En bijvoorbeeld Usher of Justin lijkt me wel leuke mensen om een keer mee te performen. Sorry? Wat is je grootste voorbeeld? Mijn grootste voorbeeld? Ja, dat is moeilijk. Ik denk, ik heb niet echt iemand, maar toch wel een beetje mijn vader. Omdat het toch wel ik een beetje in zijn voetsporen kan treden. En dat zie ik als een voorbeeld. Ja. Belangrijkste persoon in mijn leven. Dat is moeilijk. Dat is echt een moeilijke vraag. ik denk dat, ja, je kunt wel familie zeggen, maar dat zijn er natuurlijk meer. Ik denk dat het toch wel mijn moeder of mijn zus gaat worden. Ja. En wat is voor je thinking dance voor jou veranderd? Eigenlijk heel veel, want ik ben eigenlijk van een. Eigenlijk, ja, en dansen in de avonduurtjes ben ik toch al naar een soort van professioneel vlak gestegen. Dus het heeft heel veel dingen voor me geopend. Zoals dat jullie bijvoorbeeld nu een workshop van mij willen en al die dingen. Dus dat, ja, dat eigenlijk. Het verandert eigenlijk mijn hele leven wel. Hier. Nu een stapje uit. Arbein. Links omhoog. Rechts gestrekt. Andere kant op. En vier. Oh, I fell in love with Shawty when I seen her on the dance floor. She was dancing sexy, pop, pop, pop and dropping, dropping. 4 LDC is de nieuwe dansschool in town, in Zomeren. En we gaan gewoon een lekkere, leuke toekomst hier tegemoet. En wat ook een beetje onze bedoeling is, achter 4 Level Dance Concepts is jong talent uit Zomeren. De kans geven om zich te ontwikkelen, op een goede manier met dansen en net zoals vandaag in contact te brengen met de winnaar van So You Think You Dance. Die was vorig jaar ook zelf nog onbekend iemand en nu is hij in één keer hartstikke beroemd. Dus ja, je ziet heel veel die kleintjes die nu al hier aan meedoen. De kleinste die meedoet is 5 jaar.
staat heel erg zijn best doen. En de oudste is begin 18, 19. Dus ja, dat loopt gewoon heel leuk. Dat gaat heel leuk hier vanmiddag. Dus het is voor alle leeftijden toegankelijk. Deze middag. Ja. Ja, absoluut. En ze komen echt op dit moment van heen en ver. Dus echt vanuit heel zomer en omgeving. Helmond, ja. Zelfs uit Tilburg zijn ze hier naartoe gekomen. Dus onze middag hier is een enorm succes. En daar zijn we heel erg blij mee. Ja, daar zijn we heel trots op. Ja. Op de hoek Avendelaan, Noorderlaan en Zomeren Noord wordt een spiksplinternieuwe school gebouwd, de Diamant. Wethouder Willy Hansen en Prodas-directeur Hans Tromp vertellen hoe de stand van zaken is. Nou, de plannen zijn ver. We zijn bezig in het laatste stadium van de bouwvergunning, dus we kunnen aan de gang. Ja. En dan wordt het gebouw zoals het gepland was? Nou, dat is het punt waarom dat we hier staan. We hadden gepland in het kader van het integraal huisvestingsplan voor een 11-klassige school. Alleen, we moeten constateren dat het aantal kinderen flink terugneemt in Zomeren. Dat is op basis van de nieuwste leerlingenprognoses. En dan heb je toch een teruggang van 25% ongeveer. Nou, en dat betekent dus, dat heeft toch gevolgen. We hebben nog eens gekeken samen met Prodas. Of het bij een 11-klassige school of dat nog wel verstandig is in deze tijd. Bouwen we dan niet voor leegstand. En we zijn in heel goed overleg zijn we eruit gekomen dat we het aantal lokalen terug gaan brengen naar 8. En dan is het nog zeker meer dan ruim voldoende. Er zat eerst een fysieke koppeling aan met de microhal. Dat proberen we eruit te halen. Nu is het wat opener. Er waren mensen uit de buurt met name die zich zorgen maakten over overlast. Omdat het een afgeschermd geheel is. Nou, we maken het nu weer opener, zodat er meer toezicht mogelijk is en meer ja, zicht op het verhaal. Dus ja, wij zijn er op zich heel blij mee dat we er samen met Prodas heel goed uit zijn gekomen. Een mooie nieuwe school, maar wel iets kleiner als gepland. Hans Tromp, directeur van Prodas, is er nou een deceptie dat die kleine school kleiner wordt? Of? Nee, het is gewoon een gegeven dat er minder geboortes zijn. En dan moet je, als het getij verloopt, verzet men de bakens en dan moet je de school gewoon iets kleiner maken. Het is heel erg goed dat de school aan de maat is. Dus er wordt een school gebouwd wat een goed volume heeft, zeker niet te klein is. En ik ben erg blij met het positieve overleg wat we met de gemeente gehad hebben. En ik ben ook heel erg blij met de afspraak die we gemaakt hebben. Mocht toch in de toekomst, maar dat kan misschien nog wel 10 jaar duren... Het gebied hier achter de microhal bebouwd gaan worden en er komen toch meer kinderen, dan hebben we hier ook voldoende ruimte en ook de afspraak gemaakt dat we gewoon nog die lokalen er weer bij kunnen bouwen. Dus het is gewoon een beetje raar om nu lokalen te bouwen die we toch niet gebruiken. Dat is een probleem die alle scholen hebben? Ja, het is in Limburg is het nog erger, maar eigenlijk in heel Brabant, in heel Deurne, Asterzomeren is een daling van het inwoneraantal. Ja, en wij beginnen met inwoners van 4 jaar. En daar begint het dus. Dus op de basisscholen merken we nu dat er op alle scholen dat er minder kinderen zijn. En dat gaat zo doorzetten. En ik denk dat het misschien ook wel wat met de economie te maken heeft. Vaak zie je dat golfbewegingen zijn. Maar dit is wel een hele serieuze trend. We moeten maar eens kijken waar dat stopt. En je moet niet je kop in het zand steken. Je moet gewoon je aanpassen aan de situatie als die wijzigt. Als we over school praten, dan praten we ook over een duurzame, veilige schoolomgeving. Ja, dat klopt. En dat is hier ook echt de planning. Daar verandert niks aan, ook al wordt die school iets kleiner dan. Dus we blijven gewoon doorgaan met de plannen. En dat betekent dat hier de Avendelaan, daar komt de kis-en-ride-strook. Er komt duidelijke scheiding van de fietsers en auto's. Die parkeerplek hierachter wordt wat uitgebreid, omdat daar ook de kinderopvang en de peuterspeelzaalwerk is gepland. En dus de kleintjes, de ouders met de kleine kinderen, die kunnen die kant op. Hè, die willen graag mee naar binnen. En hier is het de bedoeling dat ze de kinderen afzetten en weer doorrijden. Net zoals bijvoorbeeld op de Lambertenschool. Als ik gaan bouwen en ik zie een heleboel bomen, ben ik al bang dat er bomen verdwijnen. Er zullen best wel wat bomen verdwijnen. Maar ja, we proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Er komt ook waarschijnlijk weer wat terug.
Ja, maar ja, goed, de veiligheid gaat wat dat betreft voor. En nou ja, zoals bij de Lambertschool bijvoorbeeld ook, daar hebben wat bomen zijn gesneuveld. Maar er komt zo meteen wel nieuwe bomen terug. Maar zeker daar waar het kinderen aangaat, vinden wij dat het gewoon veilig moet zijn. En dat is ook een van de belangrijkste redenen dat we ook voor deze plek gekozen hebben. Want je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld de oude Paulusschool, doe daar dan die 8 klassen in, kan het daar niet in. Maar daar hebben we ook gewoon overwogen van dat gebouw is oud. Nou, en dat betekent gewoon dat je, als je daar een goede school van wilt maken, dan ben je onderhand net zoveel geld kwijt als bij een nieuwe school. En met name de duurzaam veilige schoolomgeving is bij de Paulusschool lastig, heel moeilijk. En dat kan beter ingevuld worden hier. Dus daarom willen we ook vast blijven houden bij deze plek. En het andere punt is natuurlijk dat wij hier de microhal bij hebben. En dan hoeven de kinderen niet ver, hè? Dus ze hoeven niet allemaal door die wijk heen te lopen. En dat zijn de belangrijkste argumenten om het ook gewoon hier te houden. En met volle charge aan de gang. Wat gebeurt er met de oude Paulusschool? De oude Paulusschool, ja, die zal plat gaan dan. En daar plannen we een keer woningbouw. En zelfs bij de Peterschool. Dus in die zin willen we ook deze wijk een extra impuls geven. Want ja, er zullen toch uiteindelijk ook weer meer leerlingen moeten komen. Dus meer kinderen, dus verjonging in de wijk. En dat zal zeker in Zomernoord ook moeten gebeuren. Het wordt een school met een eigen dierenpark, dat is wel uniek. Ja, nou ja, het is best uniek inderdaad. Als je kijkt naar het hele Slievenpark, daar willen we ook nog het speelveldje wat hier altijd veel gebruikt is. Er zijn mensen hier in de buurt die hebben zich daar ook druk over gemaakt. Die zeggen van ja, hier wordt veel gespeeld, er wordt veel gevoetbald. Dat heb ik vroeger ook nog wel eens ooit gedaan. En wat gebeurt ermee? Dus we hebben gezegd van nou, in het Slievenpark, in het nieuwe ontwerp, daar komt dat speelveld een stuk terug. Dus je kunt ook die verbinding leggen zometeen van kinderen die ook die kant op gaan. Dan komt ook een scootmobiel oefenbaan, dus ook een leuke mix van ouderen met jeugd. De lokale publieke media-instelling Sirus heeft een businessclub. Deze club bestaat uit bedrijven en instellingen die Sirus een warm hart toedragen en de omroep daarom ook financieel steunen. En Sirus heette op dinsdag 15 februari weer een nieuw lid welkom. Multibier Asten BV. Ja, welkom. Patrick Smit van Multibier. Weer een nieuw lid van de Sirus Business Club. Heel erg blij dat je ook meedoet met ons. En ja, een biermagnaat hadden we nog niet in ons midden. En ja, en er zijn zoveel mensen die dat gebruiken. Dus dat past heel erg goed, denk ik, bij een lokale omroep. Zoals gebruik hebben we hier een bordje gemaakt. Multibier Asten BV. En ik zou het heel fijn vinden als je het zelf erop zou schroeven. Met plezier. Hij zit. Nou, welkom, proficiat. Dankjewel, he, dankjewel. Ik feliciteer Sirus ook natuurlijk met onze eigen club met deze aanwinst. En je ziet, we hebben een heel uitgebreid bord met heel veel ondernemers, profit en non-profit, die Sirus willen versterken. En die zorgen dat Sirus dus dagelijks de radio-uitzendingen kan verzorgen. En sinds een jaartje ook het weekjournaal op het tv. Heel erg fijn. Dadelijk zullen we nog eens kijken wat u allemaal heeft bewogen om met ons mee te doen. Misschien is dat wel... Ja, voor mij hangen er veel bekende ondernemers. Dat was een van de grote beweegredenen om me ook toe te laten voegen aan deze club bedrijven. En anderzijds uiteraard het welverdiende respect voor Sirus. Wat toch afhankelijk is van diverse geldstromen. Veel afhankelijk is van de reclameopbrengsten. Een maatschappelijk sociale plaats in de regio heeft in de gemeente Assen-Zomeren. Zeker op het gebied van communicatie. En als wij daar als bedrijf met veel Assense en ook een aantal Zomerse medewerkers een steentje aan bij kunnen dragen, dan doen we dat met veel plezier. Nou, heel erg fijn. Patrick Smits, wat is Multibier Asten voor een bedrijf? Een drankengroothandel. Specialiseert in speciale bieren. Wij hebben het grootste assortiment speciaal bier in Nederland. Meer dan 900 soorten bieren vanuit de hele wereld. En dat distribueren wij landelijk naar met name slijterijen, drankenhandels. Verspreid tussen Groningen en Maastricht. En dat doen wij nu sinds 8 jaar. Ja, ik zie ook ooit Steenbergen bier. Wat is dat voor bier? Steenbergen is ons eigen merk Pils. Dus wij zijn dat 5 jaar geleden begonnen. Wij zijn merkeigenaar van Steenbergen en dat is eigenlijk ook een van de producten uit het totale assortiment. Maar zeker het product met de hoogste emotionele waarde en ook het product met waar de meeste
bloed, zweet, tranen en ook geld in geïnvesteerd is. Dat is emotionele waarde? Nou, het is ons eigen geestenkindje. Brouw het zelf toch niet van? Wij laten het in opdracht brouwen in België. Het wordt sinds 2008 gebrouwen bij brouwerij Palm in Steenenvel. Daarvoor hadden wij een andere brouwerij waar wij mee samenwerkten. Die samenwerking is helaas, hebben die moeten beëindigen. En dat had alles te maken met kwaliteitsproblemen. Steenbergen ziet, dat kan alleen maar Patrick Smit zijn van Multibier. Ja, wij zijn inderdaad merkeigenaar. Alles behalve het bierbrouwen doen wij zelf. Al het andere doen wij zelf. Dus je hebt 900 soorten bier en dat was nog niet genoeg? 900 speciaal bieren en we hebben een aantal de bekende pilsmerken en dat was inderdaad niet genoeg. Hoe draait het Multibier? Ja, heel goed. Op vrijdag 11 en zondag 13 februari was het in de Ruchten in zomer de genieten geblazen bij het muziekspektakel Mamma Mia's Memories. Mamma Mia is Mia Klaassen. Zij verzorgt al jarenlang via de muziekschool de opleiding Klein Koper voor fanfare Sint-Willibrordus uit Lierop. De laatste jaren is ook dirigent van de jeugdfanfare. Now we're
ik heb begrepen, Mia, dat jij toch wel een beetje de aanstichter bent van het hele gebeuren, toch? Ja, dat... Vertel, hoe komt dit nou? Want je hebt heel Lierop gemobiliseerd, dus... Erik weet er meer van, volgens mij. Erik weet er meer van. Oh, ja. Oh, ja. De hele de musicals, ik begin met Mamma Mia, alles Mamma Mia. En iedere keer, want het was een voortreffelijke presentatrice die iedere keer Mia weer erbij haalde. En dat was jij toch echt. Dus Mia, ga los. Was dit een droom van je dat het zo'n show mocht worden? Nee, het was, ik zou dat nooit verwacht hebben. Ik zou dat nooit kunnen dromen dat dit zou gebeuren. Ik vind het heel erg mooi. Ik ben helemaal onder indruk. Echt waar. Heel, ook emotioneel tijdens het optreden van de kinderen. Dat vind ik echt helemaal te gek, ja. Maar ik had het nooit kunnen dromen dat dit zou komen. Dat is echt helemaal te gek, ja. 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 Ja, je bent 9 jaar geleden betrokken geraakt bij de fanfare. En dan zie je toch zoiets moois uitgroeien. Is het ook een stimulans voor de jeugd als je dit dan op poten ziet komen? Nou, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel, dat het een stimulans is voor de jeugd, ja. Toch wel, ja. Kan ik nou aan de solisten vragen? Want jullie hebben berenhard gewerkt. Heel spannend natuurlijk. Hoe is het gegaan volgens jou? Nou, vandaag ging het volgens mij wel goed. Het ging allemaal goed achter elkaar en ik heb in ieder geval ontzettend veel lol gehad en ik vond het echt superleuk. Ja. Dat was wel heel belangrijk. En was het ook spannend, Marley, om zoiets te doen? Ja, maar het was gisteren, de generale was nog enger. Mijn hart klopte er echt uit. Ik was zo zenuwachtig, maar vandaag ging het zelfs zonder stand wel beter gaan omdat ik het nu een keer gedaan heb. Maar ik vond het heel spannend. Ja. Is het de eerste keer dat er een lier op zo'n groot evenement is? Nee, 2 jaar geleden volgens mij was er ook een MMM, zeg maar. Dus, maar daar heb ik niet aan mee gedaan. Dat was voor een grotere. Voor de grotere. Voor de grotere. Ja. Dit was echt voor de jeugd, hè? En jij als kerel stond tussen al die meiden. Hoe was dat voor jou? Nou, geweldig. Nou. Vraagt om nog meer? Nee. Ja. Ja. Maar wel leuk om te doen. Veel aspecten, ik ga toch weer even terug naar Erik. Veel aspecten zijn betrokken. Heb je ook bewust gedaan om te zeggen van, nou dan ook heel Lierop erbij? Ja, want dat hebben we met net wel maar 4 jaar geleden was het, 2008, hebben we met de volwassenen eigenlijk gedaan. Ook een beetje zeg maar showdansen en dan van alles wat. We hebben gewoon een hele goede slagwerk en een goede orkest. En we hebben heel veel muzikaal talent in Lierop zitten. Dat is algemeen al bekend, maar in ieder geval, daar moet je dan van profiteren. Maar dat er al zo'n jeugdigen zijn, daar begonnen we steeds meer in de gaten te krijgen. En ook binnen onze eigen vereniging. Dus dat moet je dan tot bloei laten komen. Dus je moet mensen proberen te stimuleren overal daar waar kan. En je blijkt dus dat, je moet niet alles lof uiten. Want op een gegeven moment tijdens het repeteren is het op een gegeven moment van, hebben ze het helemaal gehaald. Het eindeloze repeteren. Er zit iedereen in een zwart gat. Mijn eigen zoon die begint ook al te vloeken en te schelden. Zijn van, pap, als deur is toch helemaal niet meer leuk. En als jij de generale repetitie, dan gaat die knop om. Dan wordt het echt licht uit spot aan. En dan draait ook de mening 100% de andere kant op. En dan merk je dus, dan spat het van het podium af. En dan denk ik, ja, daar doen we het dan toch voor. En dan is dat een stimulans voor de vereniging. Dus ik denk, als mensen die hier een volle zaal heeft kunnen genieten. En die zijn kinderen hebben meegenomen. Die denken van, nou, ik denk dat mijn kind misschien ook wel eens een keer een toeter gaat pakken. Of op een trommel gaat slaan. Of misschien gaat zingen. Nou, en als we dat bereikt hebben, dan hebben we ons doel helemaal bereikt wat we wilden.